Ik ben Peter de Vries, Peter R. de Vries om precies te zijn. En ik ben misdaadverslaggever van beroep. Ik beoefen dat vak al 30 jaar. Heb gewerkt bij de Telegraaf, bij Panorama, bij de Tros. En heb sinds 15 jaar mijn eigen programma dat onderzoekt, ontmaskert, onthult en verdedigt. Altijd op televisie. Ja. Ja, misdaadtelevisie is mijn werk. Dat is wat ik doe. Daar bestaat elke dag bij mij uit. En heel veel mensen vinden dat avontuurlijk en denken dat het spannend is. En dat ik altijd op duistere plekken geheime dossiers in ontvangst neem. Maar misdaadjournalistiek is vooral ook dossiers lezen en zorgen dat je de inhoud van zo'n zaak kent. En het is heel vaak gewoon keihard werken en zien wat er in een dossier ontbreekt. We zijn vaak zo intensief bezig met een onderzoek, met het ontrafelen van een zaak, het vinden van nieuwe spoortjes, dat we soms ook wel eens moeten zeggen, maar we moeten er ook nog wel een tv-programma van maken hoor. Daar waar je als doorgewinterde journalist precies zou weten hoe je Joran moet confronteren, volgt Beth haar intuïtie. Ja, de combinatie Peter R. en Joran van der Sloot wordt natuurlijk door iedereen gelegd. Ik word daar heel veel op aangesproken. Maar ja, ik moet toch zeggen, voor mij is dat maar één van de vele zaken die ik doe. En mensen denken dat het de belangrijkste zaak in mijn leven is, maar dat is niet zo. Ik heb zat andere zaken die ik minstens zo belangrijk vind. Die gaan ook over verdwenen kinderen, vermoorde kinderen, verkrachte kinderen of andere onopgeloste moordzaken die ik even erg vind. En daarom stoort het mij soms wel eens een beetje als mensen denken, nou ja, doen alsof Joran van der Sloot de enige zaak is waar ik nog aan kan denken en dat het hoogtepunt van mijn carrière is. Want al die andere zaken vind ik net zo belangrijk. Ik wilde wel altijd journalist worden. Ik weet nog wel dat ik in de zesde klas van de lagere school, in het eindejaarstoneelstuk, het afscheid van de school, dat daar een rol van journalist in zat. En dat ik heel erg mijn best heb gedaan om die rol te krijgen. Want ja, dat was iets wat mij heel erg fascineerde en aantrok. En ik heb die rol gekregen en ik ben zelf later ook journalist geworden. Dus zeg maar, die jongensdroom is in mijn leven waarheid geworden. Ik heb 10 misdaadboeken geschreven, 10 non-fictie misdaadboeken, waarvan mijn boek over de Heineken-ontvoering natuurlijk de bekendste is. Dat is het best verkochte misdaadboek van Nederland. Wordt ieder jaar nog herdrukt en dat is een beetje een crime-klassieker geworden. Dit hoofdstuk staat er nog niet in, de Natalie Holloway-zaak, maar al het andere, als we willen weten hoe jij een beetje in elkaar zit en werkt, zonder dat je natuurlijk het achterste van je tong laat zien, is dit vanaf vandaag in de winkel. Ja, daar zouden we overigens wat langer over praten dan je nu doet. Nou ja. Er is een keiharde afspraak over gemaakt waar je nu niet aan houdt. Nou, ik dacht even. Nou, is dat nou... Is dat... Ja. Nou, kijk me niet zo boos aan. Nee, nou ja, dat vind ik niet correct. Mijn beste eigenschap is denk ik vasthoudendheid. Ik geef niet op als ik ergens aan ben begonnen. Als iemand niet thuis is en ik heb hem nodig, nou, dan ga ik er nog 10 keer langs. Ik laat me niet afschepen. En als ik mijn zinnen erop heb gezet om een zaak op te lossen of om ergens helderheid in te brengen, nou, dan moet er heel wat gebeuren, wil ik daar van afzien. Mijn slechtste eigenschap is denk ik dat ik ongeduldig ben en niet goed tegen treuzelende mensen kan. Mensen die dingen half doen, die zich verschuilen achter regeltjes, ambtenaren die zeggen ja, maar dit doen we al 15 jaar zo, dus we blijven het doen. Daar kan ik me aan ergeren en over opwinden. Mijn vrije tijd is vaak een beetje spaarzaam. Ik ben heel druk, reis ook nogal eens wat. Maar ik probeer in mijn vrije tijd altijd heel veel te sporten. Ik ben echt een sportman, ik ben gek op sport.
Ik train nou zo'n 5 keer per week. Ik ben gek op duiken. Ik duik over de hele wereld. En verder volg ik ook sport nog passief. Ik zit altijd in de arena met mijn zoon bij elke wedstrijd van Ajax. Een goed ondernemer is creatief. Die moet met alle omstandigheden en alle klanten en personen en werknemers kunnen omgaan. Is die dat niet, is die te veel vastgeroest of te behoudend, dan zal die het nooit redden. Een ondernemer moet altijd weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen zien en dan zal het hem voor de wind gaan. Macht.